De waterstand van de Waal is nog steeds zeer laag en dat is voor de scheepvaart lastig. John van Heumen, terminal manager bij BZTN, vertelt over de hinder. Ja, wij merken natuurlijk wel iets van. Dat is vrij logisch. Wij kunnen minder containers meenemen naar andere terminals, dat klopt. Dus er gaan minder containers in schepen. En wij moeten ons eigen daaraan aanpassen. Dus ongeveer 30-40% minder lading wat normaliter met normaal water mee kan. Nou, de gevolgen van zijn dat wij toch wat flexibeler moeten zijn. We zetten ook wat kleinere schepen in of meerdere schepen om toch de ladingen mee te krijgen. Mocht het echt niet lukken, dan moeten wij gaan trucken. Maar we proberen dit zo min mogelijk te doen. Dus zoveel mogelijk per barge te vervoeren. De containers vervoeren per truck is een stuk duurder dan het vervoer per boot. En deze tijd is voor de terminal al een stuk duurder dan normaal. Ja, de kosten zijn iets hoger. Wij proberen wel dit zo goed mogelijk te managen. Omdat wij dus uit het netwerk hebben, de verschillende terminals in Nederland hebben. Dus proberen zo goed mogelijk creatief, flexibel mogelijk om te gaan met onze schepen. Dat wij toch het een en ander kunnen bewerken. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden voor ons en ook voor onze klanten. Het lage water zorgt niet alleen voor hogere kosten, maar het vergt ook veel van het personeel. Het is natuurlijk, de druk is iets hoger, is anders. Hè. Dat is altijd als er iets aan de hand is. Dat geldt ook voor ons personeel. We zijn 24 uur per dag in de weer. Dat is met machinisten. Je merkt ook op mensen op kantoor. Zij moeten nog harder werken, zeg maar. Nog meer overleg. We werken ook zaterdag, zondags. Dan hebben we ook een oproepdienst. Dus mensen 4 uur hier zitten om de klanten te voorzien van informatie. Ja, wij kunnen weinig aanpassen. Hè. Wij kunnen het water niet hoger maken. Zoals we dit jaar hebben gehad. In januari hebben we natuurlijk een extreem hoge waterstand gehad. Nu hebben we een extreem lage waterstand. Een waterstand die we eigenlijk in het ontstaan van deze terminal eigenlijk nog nooit gehad hebben, zo laag. De kans dat het volgend jaar is, ja, niemand kan het zeggen. Als het zo is, ja, dan hopen we dat we hier een heel goede leer uit hebben getrokken. En dat wij proberen wat we nu geleerd hebben, dat we toch proberen in de praktijk te brengen.